Rugoperaties horen bij de meest voorkomende chirurgische ingrepen. Rugpatiënten consulteren in het Onze Lieve Vrouw van Lourdes ziekenhuis in Waregem orthopedisch chirurg Dr. Peter van Dalen. Hij is expert in de volledig endoscopische rugchirurgie. Eigenlijk kunnen alle rugoperaties endoscopisch uitgevoerd worden, zowel kanaalvernauwingen als hernia's, behalve die ingrepen waarbij dat er een prothese gestoken wordt of waar er wervels vastgezet worden. Er wordt een heel kleine incisie gemaakt in de huid en via een buisje, niet groter dan dat, 8 mm, wordt eigenlijk een volledige rugoperatie uitgevoerd. Terwijl bij klassieke operaties spieren, pot en gevrichtsbandjes losgemaakt worden. Het grote voordeel daarvan is dat de patiënt sneller herstelt, minder pijn heeft en dat er ook op termijn minder kans is op littekenweefselvorming. Ik heb pijnstillers en al gehad, maar dat werkt allemaal niet. Hij had een kanaalvernauwing en die kanaalvernauwing is gisteren endoscopisch verbreed. Gisteren morgen nog binnen gekomen met veel pijn en nu niets meer. Ik kan eigenlijk nu een dag na de operatie naar huis gaan. De revalidatie is eerder beperkt, in die zin dat de patiënt zelfs een beetje moet beschermd worden tegen overactiviteit. Daarvoor geven we een rugband om hem te helpen herinneren dat hij wat voorzichtig moet zijn. Zoals bij de buikchirurgie, schouder- en kniechirurgie evolueerde van open incisies naar kijkoperaties, zal het bij de rugchirurgie ook zo zijn, met veel minder beschadiging, pijn voor de patiënt.